Het is de Nationale Week van Zorg en Welzijn. Een week waarin honderden zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren openen voor het publiek. Een week waarin elke dag hardwerkende en gepassioneerde professionals uit zorg en welzijn in de spotlights worden gezet. Welkom bij Heel Holland Zorgt. Actrice Monique Hendricks is vandaag bij het Leger des Heils in Amsterdam-Noord, bij opvangcentrum De Noorderburg. Hier krijgen mensen met heel veel problemen tegelijk de zorg en aandacht die ze nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen en een plekje in de samenleving te vinden. Ik heb natuurlijk wel een beeld van het Leger des Heils, maar dat is denk ik heel sumier. En ik dacht eigenlijk dat het Leger des Heils daklozen opving, dus nachtjes en misschien een weekje, maar niet dat het dat ze langere zorg bieden. Dus daar ben ik heel benieuwd naar, van hoe dat dan werkt en wie daar zit. Monique heeft een afspraak met Marjolein Veldhuizen, een van de verpleegkundigen van het Leger des Heils. Hi, welkom. Hi. Tot Noorderburg. Jij bent Marjolein. Ja, ik ben Marjolein. En ik zal je vandaag meenemen. Ik vind dat we voor elkaar moeten zorgen en ook voor de mensen moeten zorgen die dat zelf niet meer kunnen of in mindere mate kunnen. Dus ik vind zorg sowieso belangrijk. En als actrice ben ik natuurlijk gewoon geïnteresseerd in menselijke geest en in menselijk gedrag. En ik weet inmiddels dat de lijn eigenlijk heel dun is. En dat, ja, dat het helemaal niet zo helder is van wat nou gek is en wat normaal is. En wat gezond is en wat ziek is. Dan komen we hier in de gezamenlijke ruimte. Hallo. Hey. Heel bekend gezicht, hè? Oh ja? René. Hallo. En jij heet? Paul Jules. Paul. Monique is nog niet binnen of ze sluit al vriendschap met Paul. En hij wil Monique meteen laten zien hoe hij hier bij het Leger des Heils woont. Dames, dit is mijn kamer. Oké. Okay. Toch, hier leef ik een beetje dus. Ik heb twee spullen. Ik heb hou van muziek en ik hou van koken. Je hebt het wel gezellig hier. Daar ben ik dankbaar. Wacht even. Zing je ook? Ja. Mag ik gaan zitten? Oh, kom eens. Nee, je mag daar om. Nou, ik was zeggen, we zien hier een hele mooie bank. Na een zwaar ongeluk en veel verdriet ging het steeds slechter met Paul. Zijn vrouw stierf en hij verloor zijn baan en zijn huis. Maar hier heeft hij zijn stek gevonden. Die heb je zelf gemaakt, die beat, Paul. En naarmate iemand langer hier verblijft, zien we dat er meer stabiliteit is en meer rust is. En dat soms mensen ook nog wel uitstromen naar plekken waar ze met minder begeleiding zelfs af kunnen dan de 24-uurs begeleiding die wij hier bieden. We zijn bij het Leger des Heils, dat in deze opvanglocatie zorg en een veilige plek biedt aan mensen die door een opeenstapeling van problemen geen eigen huis meer hebben. Ze kunnen hier langere tijd wonen. Actrice Monique Hendricks is de gast bij Paul, die na een zwaar ongeluk en veel verdriet aan de drugs raakte. Ben je nog verslaafd? Of ben je... Wanneer was je verslaafd? Ik ben al 5 jaar gestopt. 5 jaar. Met? Met drugs. Met methadon, met ecstasy, met dat, met zus, met zo. Allerlei soorten drugs. Ik heb het allemaal achter de hand. Want jij bent hier nu 3 jaar, hè? Ja, bijna. De lengte van het verblijf varieert ook heel sterk. Ja. Dat kan een aantal jaren zijn en dat kan dus ook een hele lange tijd zijn. Maar dat heeft echt te maken met wat... Maar niet voor een paar maanden? Nee, meestal niet voor een paar maanden, nee. En dat vind ik zelf persoonlijk ook het mooie van het werk op deze afdeling. Is dat je ook langer met iemand optrekt. Ja, dus je elkaar echt leert elkaar kennen. En zelf zeg ik altijd, door hier langer met deze mensen, met mensen als Paul te werken, zie je niet een verslaafde, maar je leert de mens achter de verslaving kennen. Paul beseft nu hoe verwoestend ook alcoholverslaving kan zijn en zou het liefst iedereen waarschuwen. Kijk, iedereen drinkt een biertje. Ik kan voorlichting geven aan kinderen die ook bier drinken. Mm. Toch? Kinderen die gaan in een schuur, 15 jaar, jong, toch? En ze verpesten hun hersenen, want je moet leren op school, want het kan je hersenen verpesten. Ik wil ze ook laten zien. Ja. Paul is zo blij dat hij nu bij het Leger des Heils kan wonen, dat hij een lied over majoor Boshart heeft gemaakt.
Volgens mij krijgen we een primeur hier. Ja, dat denk ik ook. Ja, een wereldprimeur. Hallo, majoor. Hallo, majoor. Hallo, majoor. Hallo, majoor. My papa is blue, my mama is green. And oh my god, I'm in between like a human being. Just like a human being. Op visite. Bij het Leger des Heils zijn Monique en Paul op weg naar de moestuin achter het opvangcentrum. Daar is de dagbesteding die de bewoners structuur en werkervaring biedt, zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Nou, goedemiddag, beste mensen. Goedemiddag. Ik ga vandaag gaan schoffelen. Deze meneer. Ja, ja, oké. Okay. Paul, jij heen? Monique, jij heen? Enorme schoffels eigenlijk. Ja. Goed. Ja, ik ben er klaar voor. Nou, dan gaan wij volgen jullie naar maar. Ja. Hebben jullie wel eens eerder geschoffeld? Ja. Hey. Of wel? Ja, zeker. Ik heb ook een moestuin gehad. Okay. Coach in de tuin is Henk Blokhuis. Ja, die moet ook weg. Die moet eruit? Ja, die moet eruit. Het is een beetje een samenwerking ook. En het is leuk om te doen. Is het leuk om te doen. Ja. Ik ben zelf creatief therapeut van huis uit. En ik dacht altijd van, nou, die kwetsbare plantjes, dat is niks voor mensen die veel problemen hebben. Want die hebben al heel veel pech gehad in ons leven. En als je dan ook nog zieke plantjes gaat tegenkomen, dan hebben ze nog een keer pech. Dat gaan we niet doen. En wat zie ik nou sinds 5 jaar? Deze mensen die hebben juist het gevoel van wat deze plantjes nodig hebben. Dus als een plantje water nodig heeft, dan zijn het zij die zeggen, hey, die plantjes hebben water nodig. Als een plantje moet worden opgebonden, dan zijn zij degene, hey, die is omgevallen, moet er niet een stokje bij. Moet er niet wat mes bij? Nou, dat stemt bij mij wel vreugdevol. Ik denk, nou, dat is dus de ideale mix. Nou, dat is 5 jaar geleden zo'n beetje ontstaan. Kan je hier ook een kousenband laten groeien, Paul? Kousenband kan. Dus als ik zeg, er moet kousenband geteeld worden, dan... Hé, hey, daar heb je mee ervoor. Hebbes. Hebbes. Nou ja, sowieso doen we dat hier. Kom ik bij jou kousenband eten, Paul? Kom ik bij jou kousenband eten? Ja, ik kan het goed. Mijn hobby zijn muziek en koken. Oké. Okay. Mensen hebben veel meegemaakt. Dus je voelt wel dat dit, wat ze hier meemaken, echt bijdraagt aan hun herstel. Ik vind het ontzettend fijn dat ik hier mocht zijn vandaag. En mocht kijken naar jullie en wat jullie hier allemaal doen. Ik vind dat wel ontroerend om zo'n geschiedenis dan te horen. En dan zie je inderdaad het verhaal van iemand achter die verslaafde. Of, snap je? Het zijn van die clichébeelden die je soms gewoon hebt en waar je, waar je voorbij moet kijken. Het was heel mooi. Dat vind ik wel fijn dat ik dat vandaag weer heb kunnen doen. Ja. Ja, ja, is hij scherp? Ja, dit is leuk. Yep!